Het eerste herenteam van hockeyvereniging De Terriers uit Heilo heeft zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. Op eigen veld werd de competitie begonnen met een 3-1 overwinning op Forescaten. De Terriers komt dit seizoen uit in de tweede klasse A. Na alle oefenpotjes mocht Heren 1 eindelijk weer voor de punten spelen. De doelpunten kwamen van Dion en Paulus. Met een aantal mooie reddingen van Dirk werd de overwinning veiliggesteld en zijn de eerste drie punten binnen. Komende zondag spelen de heren uit tegen AMVJ.